Net als in de Vlaamse Rand stijgt ook in Brussel het aantal cursisten Nederlands. Nooit eerder waren er zoveel Brusselaars die Nederlands willen leren. En dat is heel goed nieuws, vindt ook Brussels minister Sven Gats. In Brussel, perfect zal het nooit worden. Hè. Maar ik geloof wel dat het Nederlands eigenlijk nog kan versterken. Waarom? Door het aanbod uiteraard, Huis van het Nederlands, ons Nederlandstalig onderwijs. Maar ook omdat mensen er veel neutraler en relaxter tegenover staan dan 20 jaar geleden. Die taalstrijd Nederlands-Frans is verminderd. En met die internationalisering, ook het Engels, gaan ook meer mensen, vreemd genoeg, het Nederlands leren. En dus ja, we kunnen zeker nog vooruitgang boeken. En we gaan dat doen. Om nog meer mensen te overtuigen, krijgt het Huis van het Nederlands in Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de komende jaren 1 miljoen euro. De organisatie werkt op verschillende fronten. Wij organiseren de intake, de screening, voor mensen die lessen willen volgen in CVO's, in Centra voor Volwassen Onderwijs en Basiseducatie. Maar twee, wij bieden ook een hele hoop activiteiten aan waarin de mensen hun Nederlands kunnen oefenen. En vandaar organiseren wij conversatietafels, hebben wij apps zoals Patati, hebben wij andere activiteiten waarin dat mensen hun Nederlands kunnen oefenen zodanig dat ze dat kunnen elke dag in de praktijk brengen. Dat oefenen verliep trouwens het voorbije coronajaar hoofdzakelijk digitaal. En dat smaakt naar meer. We hebben ook gemerkt bijvoorbeeld dat we hebben zo'n app, Patati, en die app laat toe dat mensen die Nederlands willen oefenen en die een andere taal als Nederlandstalige willen oefenen, dat die elkaar op die manier kunnen vinden. We hebben daar een stijging van 30% in nieuwe profielen, nieuwe mensen gevonden die op de app hebben ingetekend. Dus dan, we hebben gemerkt dat digitalisering ook bijdrage kan leveren. We gaan dat blijven volhouden. Het leert ons ook wel dat we mensen anders en beter kunnen bereiken dan fysiek, want je hebt geen verplaatsing meer nodig, je kunt een uurtje aansluiten. Dus een aantal van die zaken gaan we blijven integreren in ons bestaand aanbod. Een andere belangrijke pijler in de werking van het Huis van het Nederlands is de ondersteuning van organisaties en bedrijven die hun Nederlandstalige dienstverlening willen verbeteren. Daarvan profiteren ook de inwoners van de Vlaamse Rand, want ook zij komen regelmatig in contact met Brusselse instellingen zoals ziekenhuizen. Wij proberen ook op die werkvloer samen met die werkgevers te zoeken op welke manier kunnen we het Nederlandstalig aanbod, de taal hier gaan versterken door hetzij lessen te organiseren, oefenkansen aan te bieden, maar ook personeel die wel Nederlandstalig is of tweetalig is, te stimuleren om Nederlands te blijven praten op een duidelijke en rustige manier. En ik denk dat inderdaad voor iedereen die gebruik maakt in Brussel, maar ook buiten Brussel, van Brussel, dat relevant is dat wij blijven inzetten op die taal.